Ik kocht deze super schattige konijntjes. Hey iedereen, vandaag zijn we zaterdag. Ik film eens op een zaterdag, meestal is dat op een zondag. Maar vandaag ga ik mijn paasdecoratie zetten. Het is nu eind februari, we zijn eigenlijk ver maart. Dus dan vind ik dat dat mag. Ik was er echt over aan het nadenken. Is het te vroeg? Maar ik dacht nee. Het zonnetje schijnt. Ik voel de lente-vibes. En ik heb hier een doos naast mij. Hier zitten zo wat lente-paasse dingen in. Hier op tafel. Ja, hier. Liggen zo wat schalen. Zo van alle decoratieschalen. En dan hier. Ik heb vandaag nog wat decoratie gekocht. Sommige dingen zijn voor mijn werk, maar ik ga kijken wat ik over heb. En dat pak ik dan mee naar mijn werk om te decoreren. Zoals jullie weten werk ik in een crèche en daar ga ik maandag ook mijn paasdecoratie zetten. Ik heb niet superveel, want ik heb me altijd voorgenomen om niet te veel geld op te doen aan decoratie voor mijn werk. Omdat, ja, je moet dat allemaal zelf betalen. Dus ja, dan vind ik dat een beetje zonde van mijn geld. Dus probeer wel het leuk te decoreren, maar ik let wel een beetje op mijn centjes. Dit is wat ik voor mijn werk koop, probeer ik echt wel, ja, te minderen. Te minderen, ja, dat bedoel ik. Maar nu ga ik dus beginnen met hier in mijn appartement te decoreren. En dat probeer ik niet te minderen, want ik laat mij altijd gaan als ik leuke decoratie zie. Dus ik dacht, dat is misschien wel een leuke video om te maken hoe ik mijn appartement lente- en paasproof maak. Ik weet dat Pasen nog een tijdje is, maar op zich, ja, als jullie deze video zien, is het al maart. Dus dan is het niet meer zo vroeg, denk ik dan. Nu deze decoratie staat, zo'n beetje niet goed weten wat ik eigenlijk wil. Zo'n beetje alles doorheen. Ja, en dat was van Snuffel zijn verjaardag van in de vorige vlog. Dat vind ik nog steeds een leuk vaasje, dus ik ga zo'n beetje zien. Dit ook, maar dat zijn nu echt wel niet de kleuren dat we willen. Hè. We willen meer felle kleurtjes, zoals hier en hier. En dan, ja, verder wil ik misschien op mijn kastje ook nog wat decoreren. Ik moet trouwens ook stofzuiger, liggen hier overal pluisjes, dus dat moet ik ook nog doen. Hier in deze doos zit van alles in, dus we gaan het een keer bekijken. Hier zitten zo wat verjaardagsdinges in, maar ook thema's. Alle thema's, ik wil hiermee zeggen, voor Pasen en zo. Herfst. Ik ga wel een keer kijken. Dat mag eruit gehaald worden. En dan zie ik hier al een beetje paasgerief. Al een beetje kapot geduwd. Ik denk dat dit eerder iets was voor op mijn werk. Oei, een verloren takje. Dus ik denk dat ik dat wel al ga meenemen. Ik hoop dat ik wel meer heb, anders ben ik lichtelijk teleurgesteld. Dit leuke schaaltje had ik ook op mijn werk gezet. Verder, ah, hier zit ook nog wat paasdecoratie, maar dat ga ik er dus nu eventjes uithalen. Zo, hier is mijn paasdecoratie. Maar zoals ik zei, zitten er een heleboel dingen bij voor op mijn werk. Ik denk zoals dit mandje. Allee, ik ga dit hier niet zetten. Dat vind ik iets te fel van kleur. Maar zulke dingen vind ik wel leuk. Dat kaarsje vind ik ook leuk. Dat is een eivormige kaars. Die konijntjes vind ik leuk. Hier zit zo nog wat van dat paasgras in. Dit duo vind ik leuk, maar niet voor hier, voor eerder op mijn werk te zetten. Dus ik ga eerst, denk ik, een beetje de dingetjes voor op mijn werk bij elkaar zetten. En dan zien wat ik wil voor hier. Dat vind ik ook leuk, maar ik twijfel of ik het hier wil of op mijn werk. Voor, op zich, voor hier is het ook leuk, maar voor op mijn werk ook. Dus het is een beetje dubbel, ja. Misschien moet ik de dingen die ik heb gekocht er ook even uithalen. Ik kocht vandaag bij Hema deze fake bloemetjes. Want zoals je ziet waren die een korting voor 3 euro. Vind ik super leuk. Dan kocht ik dit super schattige setje. Het was veel te duur, maar ik kon mij niet inhouden om het te kopen, want het is echt schattig. Ik vind het ook schattig voor bij mij thuis, maar ook voor op mijn werk. Ja, omdat ik met kinderen werk en dat is misschien ook wel leuk voor de kinderen. Oh, ik weet het niet goed. Deze slinger is sowieso voor op mijn werk. Dat is zo, ja, een paasslinger eigenlijk. Dus die ga ik sowieso meenemen. Dan kocht ik bij de Flying Tiger deze grasrol. Ik dacht, dat is misschien ook leuk
als decoratie op mijn werk. Misschien moet ik ook maar een keer filmen hoe het eruit ziet op mijn werk. Maar ik dacht, misschien is het ook leuk voor op mijn kamer. Voor aan de vensterbank. Kijk, eigenlijk is het een table runner. Maar ik vind dat zo een beetje een raar idee om zo gras te hebben op je tafel of zo. Al is het voor decoratie. Ja, ik weet het niet. Het is ja, speciaal. Wat kocht ik verder nog? Ja, dat zit nog allemaal in die papiertjes. Ik ga het er even uithalen. Ik kocht deze super schattige konijntjes. Ik kocht er zo'n 3 van bij de Flying Tiger. Ja, ik dacht als ik er 2 hou voor hier, maar dan spijt heb dat ik er niet eentje heb voor op mijn werk. Ja, daarom kocht ik er dus 3. Weer zo'n uitleg dat ik eraan geef. Maar ja, dan... Oei, ik ga zien dat dat niet valt. Met 1 hand dat open doen, dat is echt niet gemakkelijk. Dan kocht ik nog een konijn. Dit. Oei, sorry. Dit konijn. En dan kocht ik denk hetzelfde. Of is het nu een ander roos? Ah nee, een kaarsje. Oh, dat was ik al vergeten. Ik kocht ook nog een kaarsje. Niet voor aan te steken, puur decoratief. Kijk, die pastelkleuren. Die zijn toch gewoon super mooi. Ik kocht denk ik nog een konijn, of heb ik maar 1 groot konijn? Ah, oké. Ik dacht daar 2 grote konijnen. 1 groot konijn en 3 kleintjes. En die zijn mega schattig. Alles ligt op de tafel. De kast is daar. Ik ga de kast eerst leegmaken en even alles hier zetten. En ja, dan zien we wel. Ik kreeg trouwens gisteren zo'n leuk geschenkje van een kindje dat naar school gaat maandag met mijn naam op en zo enkele productjes in. Kijk, dat zeepje. Zo leuk. Oké, even dat terzijde. Wou ik eventjes laten zien, maar dat is super schattig. Zo. Ik ben bijna deze super schattige eitjes vergeten tonen van vorige week. Die kocht ik dus ook. Deze pastelkleurige eitjes en deze pleat bij Primark. En dat hoort ook wel tot de paas-lente-decoratie. Amai, en echt ziet die er wel veel heler uit. Ik weet niet of ik het beter in het zonlicht kan laten zien. Nee, toch niet precies. In het echt ziet hij er echt heler uit. Maar die moet ook dus een plaatsje krijgen in plaats van deze roze of combinatie misschien. We zullen zien. Het is precies toch moeilijker dan ik dacht om te decoreren. Ik heb nu, ja, die schaal die stond hier al. Ik dacht misschien dit kaarsje of zo hier te zetten. Ik heb hier nog wat konijntjes. En verder, ja, ik ga eens kijken. Ik vind dat mooi, die kaarsen van Bed & Body Works. Maar natuurlijk pakken ze wel wat plaats. En ik ga eventjes dit schaaltje leegmaken. Misschien is dat dan beter om een overzicht te krijgen van ja, hoe ik het precies wil. Dus ik ga dat eventjes opkuisen. Oei, sorry, de camera stond niet scherp gesteld. Ik vind op zich die bloemetjes nog steeds heel leuk. Misschien in combinatie met dat kaarsje. Dit vind ik ook nog een heel leuk plateautje. Ik ga zien welke decoratie ik nog heb en ja, dat ga ik een beetje verder decoreren. Mag ook niet te worden, want dat is ook niet mooi natuurlijk. A few moments later. Dag!